In Ruanda-Urundi beweegt er nog niet veel. Maar het voogdijgebied zal de weg van de kolonie zeker volgen. Als de Tutsi-elite erin slaagt om haar dominantie te behouden tot aan het vertrek van de Belgen, dan zal ze die gemakkelijk kunnen voortzetten in een onafhankelijk Ruanda. Mwami Mutara en zijn hof beginnen alles te saboteren wat op sociale hervormingen lijkt. De sfeer wordt er niet beter op wanneer monseigneur Perraudin in een vaste brief de Tutsi-dominantie aanklaagt. Het oude verbond tussen de Tutsi en de missies is definitief opgezegd. Op 24 juli 1959 vliegt Mwami Mutara naar Bujumbura, de hoofdstad van Burundi en van het hele voogdijgebied. Hij heeft er een afspraak met een Belgische arts. Op 25 juli meldt hij zich in een ziekenhuis. Dokter Vink geeft hem een injectie met megacilline. Minuten later is hij dood. Moord, klinkt het meteen. Ik heb toch een onderzoek gedaan. De medicamenten die zijn toch onderzocht geweest. Wij weten dat hij ziek was. Hij is trouwens precies naar dokter Vinken gekomen omdat hij zich ziek voelde, omdat hij zich niet goed voelde. Hij was al een tijd in behandeling. Dus het is, ten tweede, hij was niet zo jong meer. Het is niet zo abnormaal dat hij gestorven is. Hij is gestorven in feite in gevolge een antibiotica met vertraging. Antibiotica met vertraging die hij ingenomen heeft en daaraan is hij gestorven. Het is met andere woorden een natuurlijke dood geweest. De dood van Mutara komt als een aardbeving. Gouverneur Awa is volledig verrast. Hij keert terug uit vakantie. Mutara heeft geen kinderen. Er is geen opvolger. De Mwami krijgt een kerkelijke begrafenis in zijn woonplaats Nyanza, een Tutsi-burcht. De spanning is te snijden. Bij het open graf wachten Belgen een nieuwe verrassing. Na de reden van Awa neemt de niet aangekondigde spreker het woord. Maar die Rukeba die zei dat tegen de menigte: ja, we moeten een nieuwe mami hebben en wilt je soms geen mami? En wij kunnen niet leven zonder een mami en zijn naam moet nu bekendgemaakt worden. En c'est alors qu'il a présenté comme s'il sortait de sa poche là, n'est-ce pas? Ils ont présenté ce jeune homme qui avait 25 ans, qui guérit. Et que tout ce que nous savions au sujet de Kigeri, c'est que c'était un brave type. Ah, non, je ne sais pas si la famille royale est très bien. Je ne sais pas si la famille royale est très bien. Je ne sais pas si la famille royale est très bien. Awa accepteert de nieuwe Mwami, maar zal later van een staatsgreep spreken. Maar in de coup d'état, je ne sais pas si coup d'état. Kuko, je ne coup d'état. Na de dood